super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, heb ik weer een velproductvideo voor jullie. Dit zijn de velproducten van juli en augustus. Het zijn er niet super veel. Dit is een doosje met producten erin. Meestal zijn de velproducten niet heel veel producten. Vandaar dat ik het natuurlijk ook van 2 maanden doe, maar dat heb ik al wel vaker in een video vermeld. Maar ik vind het toch altijd wel eerlijk om dit ook met jullie te delen, omdat ik heel veel producten test en gewoonweg niet alle producten heel fijn zijn. En misschien is het ook fijn voor jullie om te weten wat iemand van een product vindt, zodat je misschien behoed wordt voor een miskoop. Dan moet ik natuurlijk ook wel zeggen dat een verschil van mening ook heel duidelijk kan zijn. Ik kan een product heel fijn vinden en jij kan denken van, nou, die vind ik helemaal niet fijn, maar het kan andersom ook zijn dat ik een product laat zien die ik totaal niet fijn vind en waar jij hele goede ervaringen mee hebt. Maar goed, ik ga jullie toch eventjes deze producten laten zien. Dus mocht jij benieuwd zijn welke producten ik nou weer niet fijn vond van zowel juli als augustus, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik begin even met een heel zomers product en dat is een zelfbruinersmelk van Shein en deze is van de Lidl. En nu zullen we die producten niet meer gaan gebruiken omdat we weer richting de herfst gaan. Maar in de afgelopen maanden dat het zulk mooi weer was, heb ik dit regelmatig getest. Maar ik vond het dus niet fijn. Deze kwam trouwens uit een Summer Limited Edition, de Tropical Summer. De verpakking is heel basic, wel wat vrolijk met wat bloemen erop. Het ruikt niet vies. Het heeft een beetje, het is heel erg raar, want hier heeft hij wel echt bruine vlekken op. Alleen, ik word hier totaal niet bruin van. Ik zie totaal geen verschil of het is super minimaal. Dat je echt denkt van, nou, hiervoor hoef ik niet mijn hele lichaam in te gaan smeren. Eigenlijk wordt er altijd aanbevolen als je zo'n product gebruikt om van tevoren eerst even een peeling aan te brengen. Je moest deze melk gelijkmatig op de gereinigde huid aanbrengen en deze volledig laten intrekken. Je mocht het niet aanbrengen op de haaraanzet, de wenkbrauwen en de oogcontouren en oogcontact vermijden. Daarna moest je je handen zorgvuldig wassen en na 2 tot 3 uur zou het bruinwordende effect zijn afgerond. Regelmatig gebruik intensificeert de bruine tint van de huid. Nou, ik werd hier niet bruin van, mensen. Echt totaal niet. Hij is ideaal voor de lichte huid. Nou heb ik ook geen donkere huid. Dus ik ben speciaal voor de melk gegaan. Want ze hadden ook wel andere producten. Maar ik dacht, het is gelijk weer zo intens misschien. En ik dacht, ik wil het gewoon eens proberen of dat dit werkt. Maar deze vond ik in ieder geval echt totaal niet fijn. Deze zou ik je ook niet aanraden, eventueel voor volgende zomers of zo. Volgens mij komt dit elk jaar terug bij Lidl, maar ik vond dit absoluut geen product wat effect had. In ieder geval bij mij. Dan heb ik van Essence de Correct to Perfect CC Multi Benefit Pearls. Dit is het doosje. Hier zitten dus van die gekleurde pareltjes in. Hij heeft de naam 10, mijn Super Pearls. Ik ga even kijken of ik het aan jullie kan laten zien, maar ik moet wel heel erg oppassen dat de pareltjes niet overal heen vliegen, want die kans loop je ook. Zo zien ze eruit. Het zijn allerlei verschillende kleuren pareltjes. Goud, geel-goudachtig, ik zie groen, paars en roze. Nou, dit zou je dus op je huid kunnen aanbrengen en dit zou dan ook een beetje kleur, zeg maar, verdoezelen, want dit zijn echt van die kleuren die ook donkere kringen verminderen en rode plekjes bedekken. Nou, deze pareltjes doen helemaal niks. Ten eerste vind ik het aanbrengen gewoon een ramp. Als je hier met je kwast doorheen gaat, ik heb niet het idee dat er echt heel veel poeder op de kwast komt. Ten tweede zie je het gewoon eigenlijk niet terug op je gezicht, dus hij verdoezelt ook niet de plekjes die je eventueel hebt. Voor mij zijn pareltjes toch niet zo heel erg handig. Ik breng toch liever een vaste poeder aan. Nogmaals, ik vind het aanbrengen gewoon heel erg lastig om dit soort pareltjes. Ja, en het is leuk bedacht, maar het effect wat het zou moeten hebben, dat heeft het totaal niet. Dus voor mij is dit echt een dikke vel.
Dan heb ik van Catrice een strobing blush. En ik heb deze in de kleur 020 Mrs. Rosalie Berry. Dat is deze blush. Ik zal hem even gewoon laten zien. Het is een blush met 4 verschillende kleurtjes. Je hebt een lichtere kleurtjes en wat donkere kleurtjes. Met zwartje had ik wel echt het idee dat je het zag. Want je kunt de kleuren los gebruiken, maar ook gemengd. Nou, ik ga dan altijd voor gemengd. Want ja, weet je, het zijn zulke kleine deeltjes waar je met je kwast in moet gaan. Als je dit los wil gebruiken, ja, dat werkt gewoon niet. En ik breng toch liever producten aan met een kwast dan dat ik het met mijn vingers doe. Pluisje. Maar op mijn gezicht zag ik eigenlijk helemaal niks terug van deze kleur. Ik voelde me gewoon te licht. Terwijl ik met zwartje echt zoiets had van, nou, dit is best wel intens. En dat is dan toch wel weer, ja, dan doe je het met je vinger. Dan kan het zo intens overkomen. Op de kwast vond ik het gewoon helemaal niks. Het leek net op dat ik helemaal geen blush droeg. Nou ja, als ik een blush gebruik, dan moet je er ook wel wat van terugzien. Het hoeft niet gelijk een hele roze gloed te worden. Maar kleur vind ik dan wel belangrijk. En deze blush die gaf mij gewoon totaal geen kleur. Dus ja, ik vond dit in ieder geval niks. Dan heb ik een lipglossje. En deze die heb ik ooit eens bij het Kruidvat gekocht. En dit is een aardbeien lipgloss in een donut vorm. Nou, allereerst vind ik de verpakking niet heel erg handig. Want ik ga even kijken of ik hem voor jullie open krijg. Maar dat is vaak al een ramp. Oh, nu gaat hij open. Het zit zo, de donut die zit hier opgelijmd. En ik heb hem ook alweer moeten lijmen, want hij was er al af. Dan is dit de lipgloss. Verder, oh ja, ik kan... Nou, hij ruikt ook echt maar heel minimaal naar aardbei. Maar je ziet helemaal niks terug. Het is totaal geen gloss. Hij lijkt heel glossy in het doosje, maar het is echt totaal geen lipgloss. Ik had meer het idee alsof ik een lippenbalsem op had. Gewoon zo mat was die. Dus ja, ik vond dit totaal geen succes. Ik vind het leuk bedacht. De verpakking ziet er leuk uit. Een tikje onhandig omdat die donut al losliet. Maar nee, een lipgloss. Nee, voor mij was dit absoluut geen lipgloss. Dus ook geen aanrader helaas. Dan heb ik een blush van Essence. En deze komt uit een limited editie. Namelijk uit de Adventures Awaits Get Sunkissed collectie. Ik heb deze in de kleur 01 Wanderlust Feeling. En dit is een metallic blush. Zo ziet het doosje eruit. Op zich is de verpakking best leuk. Hier staat een soort wereldkaartje in. Dus dat is ook super leuk. Alleen het pigment is drama. Er komt geen kleur vanaf. Althans, te weinig naar mijn gevoel. Het metallic effect zag ik sowieso niet. En ja... Hij lijkt super donker, dus je denkt echt van, nou, hier gaat kleur van afkomen, mensen. Maar nee, echt totaal niet. Ja, hij heeft gewoon hele kleine reflecterende pigmentjes die een flattering healthy glow zouden creëren, zoals er morgen erop staat. Nou, je ziet inderdaad heel lichtjes dat hij reflecteert, maar dat zien jullie waarschijnlijk niet. Dat zie ik wel. Alleen op je gezicht zie je er niks van terug en ik vond de kleur gewoon... Zo slecht dat ik dacht, oké, dit is voor mij gelijk een vuil. Want als je geen kleur geeft, dan ga je niet door voor een blush als je het mij vraagt. Dan heb ik een paletje en ik kocht deze ooit bij Big Bazaar. En ik weet niet eens of dat dit echt een merknaam heeft. Volgens mij totaal niet. Dat is dit paletje. Het zag er toen leuk uit. Ik dacht, goh, laat ik dit eens proberen. Ik heb het nu eindelijk getest. Het is een paletje waar zowel lipproducten in zitten en oogproducten. Nou, laat ik het eerst maar even aan jullie gaan laten zien. Want dat is, dan kan ik nou even verder vertellen. Er zit een heel klein mini-applicatortje bij. Hier zit een sponsapplicatortje en dan hier zit een lipkwastje. Heb ik niet gebruikt. Er zit een spiegeltje in waar ook al product op zit gemorst. Echt super vies. Dan zijn dit de producten. Nou, ze zijn super zacht. Want ja, als het gaat morsen dan is het zacht. Ik ga even beginnen met die kleuren voor de oog. Nou, ik had er heel leuk een ooglook mee gemaakt. Vind ik dit heel erg moeilijk, want dit zijn vochtige producten. Het is geen poeder, het is geen cream, het is een... Ja, ik weet niet wat het wel is. Ik vind het moeilijk te omschrijven, maar het is nat. Laat ik het daar maar op houden. Ik had er heel erg leuk een ooglook mee gemaakt. En op een gegeven moment, volgens mij was het ook nog
best wel warm op dat moment. En ik liep op een gegeven moment... Ik was boodschappen aan het doen. En ik had op een gegeven moment... Ik deed gewoon even dit zo. Ik heb dat wel vaker. Dan heb ik jeuk een beetje bij mijn ogen. Oh, weet je, doe ik even dit. En dan is het vaak over. Wat resulteerde in... Overal van deze oogschaduw. Het zat tot mijn vingers. Het was helemaal uitgelopen. Ik liep echt glad voor paal. Dat was echt zo vreselijk. Want ik gelijk al dacht, oké, dit is dus echt geen succes. Dit is niet iets waar ik fan van ben. Lipproducten op zich mooi. Dus dat dan weer wel. Maar goed, die oogschaduw vond ik niks. Dus op zich, ja, die lipkleurtjes vond ik op zich nog wel mooi. Al hou ik ook gewoon niet zo van het materiaal waarvan deze producten gemaakt zijn. Ik hou gewoon echt gewoon lekker van een lipstick of een lipgloss. Maar niet zo'n, ja, ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet denken. Dus voor mij was dit paletje gelijk al een hele mislukking toen die oogschaduw overal heen ging. Dan heb ik een product uit een limited editie van Catrice. En dat is de Dairy Routine. Dat was de limited editie, zo heette die. En ik heb de Dairy Powder. Je had deze producten in verschillende kleuren. Ik ben voor de brons variant gegaan. Het is dan ook de C02 brons. Deze poeder zag er voor mij gewoon te donker uit om als gezichtspoeder te gaan gebruiken. Er staat wel heel erg mooi. De tekst staat erin. Maar zoals je kan zien is dit best wel een donker poeder. Aangezien ik best wel licht ben, dacht ik... Nee, dit wordt geen gezichtspoeder. Laat ik hem dan ook als bronzer gaan gebruiken. Nou, dat zag je ook niet. Je zag het niet terug. Dus misschien was hij uiteindelijk toch als poeder bedoeld. Maar omdat hij mij te donker leek, dacht ik... Nou, weet je, doe ik er gewoon... Maak ik er een bronzer van. Maar dat was geen succes, want je zag dit niet terug op mijn gezicht. Er staat zelfs dat dit een ultra fijne highlighter powder is. Nou, hij glimt niet. Het is een mat product. Er zit een heel klein glimmertje in. Maar zelfs als highlighter zou je dit niet zien. Dus ja, als je een product niet ziet, dan beland je bij mij in het doosje van de velproducten. En dat is bij deze dus ook gebeurd. Dus geen aanrader. Dan heb ik een product waar ik echt letterlijk alleen het doosje van heb. Sorry, het heeft een reden. Het gaat namelijk om de Superlash Serum van het Kruidvat. Dat is deze. Ik heb de serum ben ik gaan testen eind vorig jaar in mijn vorige huisje nog. Nou, door de verhuizing heb ik de serum niet terug in het doosje gestoken. En dat resulteert dus in een leeg doosje. Waar de serum is gebleven weet ik eventjes niet. Die ga ik nog wel weer terugvinden. Maar ik heb hem inmiddels gereviewd. Ik had de foto's al gemaakt en... Ik had hier hoge verwachtingen van. Serieus. Ik had hier echt letterlijk hoge verwachtingen van. Heel veel YouTubers testen dit. En ze waren enthousiast. En ook menig beautyblogger testte dit. En het klonk allemaal heel hoopvol. Dat ik dacht, dat ga ik eens proberen. Want wie wil er nou geen lange wimpers? Hij beloofde de wimpers te verlengen. Verdikt en verstevigt de wimpers. En verbetert zichtbaar hun conditie. Nou, heb ik niet hele slappe wimpers. Ik kan me voorstellen als jij regelmatig nepwimpers opplakt, dat de conditie van je wimpers, van je eigen wimpers ook wat verslecht. Nou, dat doe ik nooit. Dus dat is absoluut niet aan de orde bij mij. Daarnaast is het verrijkt met hyaluronzuur. Moeilijk woord dit. Echt. En dat zou de wimpers dus hydrateren en het oppervlak gladder maken. En de toegevoegde provitamine B5 dringt door tot in de haarvezels. Ik heb dit echt letterlijk heel kort kunnen testen. Want ik kreeg een allergische reactie. Mijn huid werd er gewoon heel erg droog van. Je brengt het op je wimpers aan. Maar er belandt nog altijd een klein beetje op je huid. En dat is bij mij gebeurd. Waardoor ik veel last had van mijn ogen. Waardoor de huid ook heel droog werd. Echt mijn oogleden werden super droog. Waardoor ik dit gewoon niet lang genoeg heb kunnen testen. Waardoor het voor mij al een mislukking was. Dus ja, of hij je wimpers daadwerkelijk gaat verlengen. Ik kan het je niet vertellen helaas. Omdat het bij mij gewoon een allergische reactie heeft opgewekt. Dus ja, voor mij was dit geen succes. En ik vind het best wel jammer. Want als ik al die goede en positieve reviews moet geloven. Is dit echt een topproduct. Alleen bij mij helaas niet.
dan ben ik toegekomen aan het laatste product. En dit is een doosje van Essence. Het is namelijk het Super Powder Pop Color Shine Eye and Face Palette. En dat is dit doosje. Het ziet er super leuk uit. Het is gemaakt van soort metaal. IJzer. Blik. Geef iets leuks. De kleuren zijn super leuk. Achterop staat informatie. Super tof. Dit is dus een product. Of een doosje. Kijk, de spiegel is ook super leuk. En er ziet een heel erg leuk. Als ik dat eraf krijg. Even proberen hoor. Blaadje op. Dat is allemaal super leuk. Er zit een klein applicatortje bij. Dit zijn de oogkleurtjes. Bovenin heb je oogkleuren. Dit zijn highlighters en dit is een blush. Nou, die oogkleuren hebben echt wel pigment. Alleen het zijn niet alledaagse kleuren die ik snel gebruik. Weet je, blauw, zwart af en toe. Als ik zin heb in een smoky eye misschien. Rood zou je mooi kunnen combineren. Gebruik ik op zich ook best wel vaak in ooglooks. Ja, goud, die zag ik bijna gewoon niet. Daar kwam weinig pigment vanaf. En de witte eigenlijk ook niet. Maar ze hebben pigment. Dat is het eerste. Dan de twee highlighters. Dat zijn dus deze kleuren. Het is een gouden en een zilveren kleur. Ik ga hem even zo houden, want ik ben bang dat ik hem anders laat vallen. Die gouden highlighter die vond ik op zich nog best wel mooi. Weet je, die zag je ook nog wel mooi terug. Waarvan ik dacht van nou, dit kan wel wat worden. Goud is op zich best wel mooi. Ik heb ook best wel veel gouden highlighters in mijn stash zitten. Dus op zich vind ik dat heel erg mooi. Maar die zilveren. Echt vreselijk gewoon. Ik bracht het aan. En het was net of ik gewoon hele donkere vegen op mijn gezicht had zitten. Hij was moeilijk blendbaar. Ik kon vegen wat ik wou. Ik kreeg het er gewoon niet mooi op. Want ik bleef gewoon zo'n zilveren donkergrijze gloed op mijn gezicht houden. Ik kan het gewoon bijna niet omschrijven. Ik kon me niet van domme woorden. Zo vreselijk vond ik het. Dus dat was ook geen succes. Dan houden we de blush over. Die er dus zo uitziet. Ziet er leuk uit. Maar veel te licht. Het is dus een hele lichte blush. Die je bij mij dus ook niet terugzag. Dan vraag ik me af. Moet je dit misschien gebruiken zonder poeder. Zonder foundation. Maar ja, weet je. Ik gebruik nou eenmaal die producten. Dus als ik een blush aanbreng. En het pigment is gewoon goed. Dan moet je dat ook gewoon terugzien. Maar het pigment was gewoon echt waardeloos. Dus ja, al met al. Is eigenlijk alleen één highlighterkleur oké. En de oogschaduw. 3 van de 5 kleurtjes hebben pigment. Maar omdat het kleurtjes zijn die je gewoon niet vaak gebruikt. Althans ik niet. Heb ik hem toch bij de felproducten gedaan. Er zit nog een klein applicatortje bij zoals je kan zien. Ja, omdat dit voor mij gewoon geen succes was. En ik heb namelijk eerder heb ik nog zo'n paletje getest. En die vond ik wel super tof. Dus dan is nummer 2 in dit geval gewoon niet zo'n succes. En dat is heel erg jammer. Maar ik kan er helaas niks anders van maken dan dat dit geen succes was. Dan waren dit alweer alle felproducten van juli en augustus. Ik moet altijd wel zeggen dat ik altijd eventjes ook goed moet nadenken van... Oh ja. Dit heb ik getest, hè, vooral van 2 maanden terug. Ik heb het vaak van een overzicht van de maat. Pardon, omdat ik al denk van nou, best lastig. Maar van deze producten wist ik eigenlijk allemaal nog wel vrij goed waarom ik ze niet fijn vond. Dus dat was wel heel fijn. Wat ik dan bijvoorbeeld, zoals van dit paletje, vind ik het ook gewoon echt daadwerkelijk super jammer dat het pigment zo slecht is. Omdat dan de verpakking ook zo leuk is en... Ja, dat super lash-serum, daar baalde ik ook gewoon heel erg van. Vooral omdat ik er gewoon zulke goede verhalen over las. Dat ik denk van ja, chips, waarom krijg ik dan een allergische reactie? Maar goed, daar doe je niet zo heel veel aan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie producten kennen die ik heb laten zien. Misschien dat jullie het wel heel fijn vonden. Dit is helaas mijn mening en ik kan er niks aan veranderen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Als je even op het belletje drukt, dan krijg je ook een mailtje zodra er een nieuwe video van mij online komt. En
Ja, dan wil ik je gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video nou leuk? Doe eventjes een duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!